Henk Vrezer, is dit het signaal wat je wilde zien van je club, in ieder geval qua uitslag? Ja, nou ja, kijk, het is duidelijk dat vorige week was natuurlijk voor ons allemaal teleurstellend. Ja, de enige manier om je supporters dan weer wat meer voor je te winnen is een goede uitslag neerzetten thuis. En dat is gelukkig gelukt. Jullie beginnen ook goed met een prachtig doelpunt van de teruggekeerde Rahi. En daarna wel een fase waarin jullie toch weer een beetje de teugels laten vieren en zij terugkomen. Is dat de fase waar je deze wedstrijd dan wel minder tevreden over bent? Nou, het was tweeledig. Natuurlijk, het ligt uiteraard altijd voor een gedeelte aan jezelf. Maar ik vond in die fase ook wel de scheidsrechter had wel hier en daar wat invloed. Achteraf moet ik wel eerlijk zeggen, minder als dat ik tijdens de wedstrijd dacht. Dus dat moet ik hem wel nageven. Maar ik vond dat op dat moment werd het hectisch, slordig. En dat ligt aan ons, dat slordige. Dus dat kan ik niemand kwalijk nemen. Dan krijg je een goal tegen. Ja, heel vervelend, omdat in die fase was er gewoon onrust. Nogmaals, deels door ons. We hielden het dit keer vol tot 14 minuten om in de discipline te spelen. Ik heb ook de spelers aangegeven in de rust. Ja, en na rust dan zie je dat we wat beter staan. En dan moet het ook meezitten. Je moet blij zijn dat de 3-1 zo snel valt na de 2-1. Ja, en dan weet je, zeker na de rode kaart, dat je een grotere score kan uitbouwen in ieder geval. Je had een opvallende rol voor Royce en Drenthe. Iedereen verwachtte hem misschien in de linkerzone. Maar je verraste denk ik ook heel Almere door hem een soort van rechtsbuiten te zetten. En ja, dat betaalde uiteindelijk, zeker ook in de tweede helft, zich uit. Ja, nou ja, ik hoop en ik ga ervan uit dat we de tegenstander verrasten. Ik denk dat zij ons misschien wel verwachten in 5-3-2. We kozen voor 5-2-3 en wetende dat we misschien wel ten opzichte van overtal kwamen te staan op middenveld. Maar we hadden het gevoel dat we dwingend voorin konden zijn met Drenthe, maar vooral Rahi vond ik daarin heel erg dwingend. De goal die hij maakt geeft ook wat aan van zijn klasse. Ik moet zeggen, ik vind eerlijk gezegd dat Rahi wat dat betreft het verschil maakte in die fase, in het eerste kwartier. Zegt dat ook, niet dat jullie de laatste weken punten hebben ingeleverd, maar niet de andere jongens tekort te willen doen. Hoe belangrijk de jongens die weer terugkeerden met Vriends achterin, vandaag sober. Nou, Drenthe belangrijk met een paar assisten. Rahi die de score opent en continu dreigend was. Ja, je zou die andere jongens zeker tekort doen, want we hebben al een aantal wedstrijden gehad waarin Verhaar, Dervişoğlu ook hun rol hadden. Als we wat willen bereiken, zullen we het met z'n allen moeten doen. Zo simpel is het ook. Maar feit is wel dat zowel Drenthe, maar ook Vriends... Maar zeer zeker Rahi, dat is wel een bepaalde kwaliteit. En ik moet zeggen, Rahi is wel sowieso iemand die ik wil lichten. Omdat Rahi voor mij is hoe een voetballer zou moeten zijn. Vanaf kleins af aan tot zeg maar oudere leeftijd, liefhebber. Rahi die wil altijd voetballen. En als wij conditioneel trainen, in partijvormen, dan is hij altijd gedreven. Is altijd bezig in het hoogste tempo. Is altijd bezig om zichzelf te verbeteren. En wat dat betreft is Rahi wel denk ik een voorbeeld voor velen in onze groep. Jullie winnen vandaag met 6-1, doen goede zaken voor doelsaldo. En de resultaten zijn zo gunstig dat jullie gelijk nu alweer bovenaan staan. Zo snel kan het gaan. Nou, volgens mij zijn de resultaten, volgens mij de laatste minuten hoor ik allerlei scores. Waardoor we niet bovenaan staan. Maar goed, feit is dat wij tot de winterstop zo dicht mogelijk bij de eerste plaats moeten zitten. Het liefst daar staan. Maar het is nog een heel lang seizoen. We moeten goed door de winter... periode heen komen en dan volop gaan in de tweede helft van het seizoen.